Ten eerste, Erik, Marjan, hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ja. Ja, nou, gaat eigenlijk wel goed. Ja. Nou, ons content natuurlijk. Ja. En je zegt content, want er gaat natuurlijk een nieuwe plaat aankomen. Was dit meer dan misschien andere jaren? En jullie hebben natuurlijk met verschillende bands gewerkt en meerdere verschillende soorten muziek uitgebracht. Was dit een bijzonder proces vanwege alle omstandigheden? Ja, ja, eigenlijk was het idee van de plaat al voor het hele corona-verhaal. En we waren eigenlijk al begonnen met de voorbereidingen en de pre-productie en al dat soort dingen. En ja, toen kwam de hele lockdown in één keer als de donderslag bij heldere hemel binnenvallen. We hadden ook echt gewoon een optreden in Weert de week ervoor. Dus we waren eigenlijk een beetje optredens te doen, een beetje voorbereiden voor de nieuwe plaat. Alles zag er rooskleurig uit. Ja, toen trok COVID-19 de stekker overal uit. Dus ja, toen moesten we het even eventjes opnieuw bedenken en kijken hoe we het nou gingen doen. Maar na een maand of twee hadden we dat wel enigszins door. We moeten toch door, want dit gaat, ondanks dat je dat niet wil geloven, langer duren dan we gehoopt hebben anders. Dus, ja, niet verwacht dat het zo lang zou duren, maar inderdaad. Ja, het was elke keer schoof ze het op met een paar maanden. Hè? Van, misschien kunnen we eind van het jaar kunnen we wel weer wat spelen en wat doen. En dan, misschien in 2021. En dan, we zijn nu in 2000, zijn nu dus eind van het jaar bijna. En het is, begint net weer. Ja, toen het helemaal losbarstte, werd er al gesuggereerd. Ja, dit kan wel eens een jaar gaan duren. Toen dacht ik echt van, een jaar? Oh, wat erg. Dat is echt, dat kan ik me niet voorstellen. En nu zijn we gewoon anderhalf jaar verder. Ja, het is maar goed dat we dat van tevoren niet wisten. Gelukkig. Ja. Nou, wat vooral voor jullie, voor wie muziek zo belangrijk is en een belangrijk onderdeel van jullie leven, is dat dan lastig als een deel daarvan in ieder geval in één keer wordt afgenomen van je? Ik vond het wel heel lastig, want we vinden optreden natuurlijk ook superleuk. En dat kon natuurlijk niet doorgaan. Maar ik heb pas echt gemerkt dat ik het heel erg gemist heb. Eigenlijk vorige week toen we voor het eerst met Autumnland weer gespeeld. En toen had ik echt een beetje dat mijn hele lijf zo'n oh ja belevenis of zo. En ik stond op het podium en er waren mensen bezig en het was gezellig. En ik dacht, oh ja, dat is echt heel lang geleden. En ja, nou dat vooral eigenlijk. Ja, dat was ook confronterend. Ja, goed. Ja. Ik heb begin september heb ik met mijn band Pilgrimage heb ik twee shows kunnen doen. Eentje was in België. En dat was dan, dat is dan eigenlijk gelijk nog de overtreffende trap van Nederland. Want toen waren net alle restricties de dag ervoor waren opgeheven. Wat mij het meest bijbleef was, jee, ik mag weer spelen, ik sta op het podium. Maar een andere gedachte die me gelijk boven kwam was van, iedereen graag een beetje uit de buurt blijven alsjeblieft. Het is toch nog een beetje, maar ja, het live spelen, ja, dat was wel even confronterend dat het al zo lang geleden was. Dat besef komt dan in één keer er binnen, terwijl je aan het spelen bent ook. Maar het was wel weer heel fijn. Ik kijk ook uit naar de 17e als we met Vet Gedrouwen dan eindelijk weer een keer live kunnen spelen. Want, ja, enorm. Dat is er niet gebeurd. Maar dat was de laatste keer. Een heel ander ding. Was het de week voor de lockdown? Was dat? Ja. Dat was in maart of april 2020. Maart was het nog. Oké, nou, flinke tijd geleden. Ja, leuk dat het dat nu eindelijk weer kan dan. Maar laten we het dan over leukere dingen hebben. En een van die dingen, eigenlijk op wat je net ook zegt, vind ik wel interessant. Want wat trok jullie beiden aan het muziek maken toen jullie jong waren? Wat was die aantrekkingskracht van, oh ja, dat op het podium zijn of muziek maken voor mensen? Dat is wat ik wil gaan doen. Nou, ik ben sowieso opgegroeid in een gezin waarbij iedereen eigenlijk ook wel zingt en een beetje muziek maakt. Geen Sound of Music verhalen, maar wel gewoon, ja, dat vonden we altijd al leuk.
En ik weet nog, ik zat ooit in een kerkkoor. En toen was ik een heel klein meisje. Toen mocht ik met kerstmis, en dan zit de kerk wel super vol, mocht ik voorzingen. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. Dus toen is dat een beetje begonnen. En later op de middelbare school ook gewoon heel erg. Mijn grote zus, die zong altijd en die deed ook mee aan schoolconcerten. Dacht ik, wow, dat is echt super cool. Dus ja, een beetje die twee dingen eigenlijk wel, ja. Ja. Voor mij was het meer dat ik in de jaren 80 een keer eerste concert heb gezien. En dacht van, ah, dat gitaarspelen, dat lijkt me wel wat. Dat lijkt me wel heel leuk. En dan kom je via open podiumavonden op je middelbare school kom je dan ook wat meer mee in aanraking. En dan is het heel, heel spannend van allemaal. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, zou ik het bijna noemen. Het is van kwaad tot erger. Dan ga je eigen bandje beginnen. Dan wil je spelen, want dat lijkt je heel cool. En dan een paar bands verder, dan kom je ook in een situatie dat je voor het publiek staat. Ja, en dan is het alleen maar steeds een stukje, een stapje verder. Het is heel leuk om te doen. Ik vind live spelen heel leuk. Maar ik zie het wel apart van het schrijven van muziek. En dat vind ik ook heel leuk. Het is wel twee verschillende dingen. Ja. Muziek is ook echt heel, heel erg onderdeel van mijn leven. Ondanks dat mijn ouders trouwens niet muzikaal zijn. En ook de muziek thuis, toen ik kind was, niet heel erg spectaculair was. Maar dat heb ik zelf helemaal goed gemaakt eigenlijk. Ik verzamel vinyl, cd's, ik ga naar concert. Dat heb ik heel mijn leven gedaan. Dus het zelf spelen is daar gewoon onderdeel van. En wat ik dan vooral wel interessant vind, is op een gegeven moment ga je in je jeugd dan je eigen interesses vormen en je eigen smaak soort van bepalen. En voor jullie beiden, wat trok jullie aan in de soort muziek die jullie zeg maar nu soort van, of die mengelmoes van muziek die jullie nu maken? Goeie. Ja, maar Jan luistert eigenlijk helemaal niet naar de muziek die wij met Vetter maken. Oké. Nee, dat klopt eigenlijk wel. ik hou wel echt van stevig werk en zo, stevige gitaren en mooie zang en zo. Maar ik denk dat ik daar ooit in gegroeid ben. Wederom, ik heb gewoon zo'n grote zus. En als je dan klein bent, dan is dat mijn grote zus, die weet alles. En nog steeds wel, hoor. Maar ja, die was er wat meer van de rock en van de metal en... Weet je, mijn eerste cd was ook gewoon van de Spice Girls, hoor. Dus het gaat mij altijd alle kanten op. En via mijn broer en mijn zus toen ook bij Arian en dergelijke. En ja, zo is dat een beetje. Want je, er werken dan allemaal verschillende artiesten aan mee. Via die weg ben ik zeg maar gewoon weer helemaal van die andere artiesten gaan beluisteren en dergelijke. Maar ik luister naar heel veel dingen. Ik heb het al eerder met Erik erover gehad. Dat ongeveer twee genres zijn gewoon tof en niet tof. En het maakt mij verder niet uit wat welk officieel genre het dan zeg maar is. Ja, ik denk ook dat als je laat een soort van tegenhouden door genre-aanduidingen, dat je heel veel mist. Om even een voorbeeld te noemen, jouw eerste plaat, Marjan, was Spice Girls, de mijne was Duran Duran. Oké. Dus, ik moet heel eerlijk zeggen, Duran Duran nog steeds helemaal te gek. Onze bassist Arjan is een grote Duran Duran fan, nog veel groter dan ik het ben. Dus eigenlijk hebben we een collectie mensen bij elkaar die eigenlijk niet zozeer één muzieksoort luisteren, maar echt heel breed. Van jaren 80 popmuziek tot klassiek of neoclassiek tot dikke extreme metal. Alles staat in mijn kast. Ja. En dat is niet alleen bij mij. Als het om deze band gaat. Was het dan dat ook de benadering toen deze band zijn vorm begon te krijgen? Van we gaan ons niet limiteren en we houden onszelf open voor wat voor invloeden dan ook? Ja. Nou, het is eigenlijk begonnen als solo-project van mij. Ik zat toen nog in Stream of Passion. Wat niet helemaal mijn muziek was, maar wel wat ik gewoon heel leuk vond om te doen. En het week af van het genre waar ze in zaten. Toen
daar was ik dingen gaan schrijven, omdat ja, ik hou van heel veel verschillende dingen. En daar heb ik een beetje de mensen bij gezocht waar ik heel goed mee om kan gaan. Gewoon hele gezellige mensen, getalenteerde mensen. En mensen ook gewoon die eigenlijk niet zoveel geven om genres. Dus dan ga je het hele verhaal in van, ja, ik ga gewoon muziek schrijven, kijken waar we terechtkomen. En als het een beetje bij elkaar past, dan dat is het doel. En als er iets afwijkt, dat hebben we ook voor deze plaat, hadden we één nummer dat echt gewoon afweek. En dan zeggen, ja, die gaan we niet opnemen. Maar dat is dan meer, dat is dan de reden. En niet omdat, het past niet in het genre of zo. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee, zeker dus, niet. Ja, eigenlijk het mooiste is om muziek te schrijven zonder een specifiek doel, denk ik dan. Als het moet in dat hokje passen. Als je gewoon muziek schrijft omdat het mooi is, of als het precies is wat je graag zou willen doen, dat is het belangrijkste. En dat hebben we ook eigenlijk altijd aangehouden bij alle opnames die we gedaan hebben. Ja, ik denk ook niet dat het echt een bewuste benadering is, maar meer gewoon... Ja. De benadering is meer, laten we vooral geen kaders gaan plaatsen en gewoon kijken, denk ik, wat er gebeurt. Tenminste, dat is mijn gevoel in ieder geval, ook qua zang en dergelijke. En dat vind ik juist wel heel erg leuk. Dan hou je heel veel opties open. Soms zijn de keuzes maken is dan ook lastig. Maar dat vind ik juist wel heel fijn. En ik denk dat het... Dat dat ook wel leuk is dat je dat eventueel terug kunt horen ook in de muziek. Dat we echt allemaal heel verschillende dingen ook gewoon luisteren en leuk vinden. Ja, ja, dat is bij de zanglijn is dat helemaal een soort open boek geweest. Maar we konden echt alles doen wat we wilden. En ja. Er staat een nummer op de plaat die heet The Lonely. En eigenlijk is dat de zanglijn daarvan dat is een heel erg meer een bijna een soul approach geweest. Dan een metal approach, zeg maar. En dat, we deden dat, of een beetje jazzy hier en daar. We deden dat en dan was het van eigenlijk van, gaan mensen dit leuk vinden? Ah, het is gewoon gaaf, we doen het gewoon. En dat is eigenlijk een beetje de hele insteek bij alles eigenlijk. Ja, fuck it. Ja, je moet het zelf eerst leuk vinden en daarna komt de rest wel een beetje dat idee. Ja, inderdaad. Er zijn genoeg bands die echt specifiek naar een trend schrijven. Bijvoorbeeld, dit is heel erg populair, we gaan dat soort muziek schrijven. Maar ik heb dan eigenlijk altijd het gevoel gehad dat je altijd achterloopt. Want je moet eerst iemand anders moet dan die trend zetten. Dan kan jij er een keer achteraan. Dat is dan niet leuk. Je doet het voor jezelf in eerste instantie. En het is heel erg fijn als andere mensen het ook leuk vinden. Dat zeker. Maar, zeker. Daar word ik ook wel heel erg blij van. Ja, tuurlijk. Ik ook. Ja, wat ik dan wel interessant vind. Want je vertelt net van... de plaat was al... laat ik het eens anders vragen. Hoe ver waren jullie al met de plaat toen corona eenmaal toesloeg? Ik denk dat over de helft waren qua muziek. Okay. Want dan in één keer wordt het zeg maar een beetje... Nou ja, dan heb je een zee aan tijd, lijkt het wel. Ik weet niet of het voor jullie ook zo voelde, of voor mij in ieder geval wel. Was het dan een risico dat je dan... te veel tijd hebt bijna om eraan te werken en eraan te denken en nog te sleutelen aan de dingen die je al had gemaakt? Ja. Nou, wij zijn ons heel erg van bewust dat als je te veel tijd hebt, dat dingen dan veel te lang gaan duren. Mm. Dus we wilden dat... Ik kan me bij een van mijn bands herinneren dat we een eigen studio hadden en daar moesten we een plaat opnemen. Toen hebben we een hele zomer gedaan over gitaardingen. En dat was echt... had in 2 weken gekund. Daar hebben we 3 maanden over gedaan. Dus dat is een gevaar wat overal insluit. Maar bij corona, ja, bij ons zat er een ander probleem. En dat is dat heel de band verspreid over Nederland woont. Dus we hadden veel digitaal contact. Maar het was ook eventjes een beetje uitzoeken hoe we dat dan het beste konden doen. En dat heeft al enige tijd geduurd. En we waren bezig met een pre-productie die we dan wilden gebruiken om rond te sturen. En dat had gewoon een beetje voet in de aarde. Van, het mixen daarvan, ja, ik wil daar gewoon bij zijn. En dat was toch even met coronaregels en zo af en toe best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En de zanglijnen, ja, we weten wat de beste werkwijze daarvoor is. En dat is dat ik naar Marjan toe ga en dat we met z'n tweeën gaan zitten en dan gewoon op play drukken en kijken wat eruit komt. Maar dat...
naar Marjan toe gaan. Dat was even nog een dingetje om dat op tijd voor elkaar te krijgen. Ja, en dus Marjan is geen rijbewijs, dus dat is ook nog weer lastig. Maar dan moet je alweer openbaar vervoer en dergelijke. Dat was toen in het begin nog weer lastiger ook. Dus vond ik wel heel fijn dat je hiervan had. Ja, dat herken ik wel, want ik heb ook nog geen rijbewijs. Ja, dus ik ben niet de enige. Nee, mijn vrouw heeft ook geen rijbewijs. Die vindt het maar al te best dat ik er wel in heb, denk ik. Ja, word je lekker rondgechauffeurd, dat is toch heerlijk? Ja, en ik vind het ook niet erg. Maar wat ik wel interessant vind van wat je nu zegt dan, is kan ik dan aannemen dat de stemming en de atmosfeer van de muziek een hele grote invloed heeft op de zanglijnen en misschien ook wel de tekst? Ja, de zanglijnen denk ik wel. Ja. Ik weet niet, ja. Nooit zo heel erg bewust over nagedacht, denk ik. Ook het geval dat je... Ik doe maar wat. En dat zegt Erik altijd tegen mij als ik hem vraag hoe hij toch van alles kan bedenken, zeg maar. Maar... Ik hoor het pas als de gitaar en zo sowieso al. Hè? Als er al een hele fijne basis ligt, dan hoor ik het en dan... Ja, dan is het ook een beetje persoonlijk wat voor een gevoel dat oproept. En Erik schrijft wel de teksten. Mm-hmm. Dus dan heb ik vaak ook een gesprekje met Erik daarover. Van goh, wat wil je ongeveer zeggen? Of misschien ook wel heel duidelijk. En dan, ja, ik weet niet. En dan heb ik vaak al wel een paar keer naar de muziek geluisterd. En dan kom je vanzelf... Ja, dat is niet echt iets waar ik dan heel bewust over nadenk of zo. Maar dat is meer gewoon inderdaad een kwestie van voelen en denken van... Volgens mij is dit mooi erbij. En voelt voor mij niet heel bewust in ieder geval. Gewoon een beetje laten leiden door de muziek eigenlijk. Kijken waar het je naartoe brengt. Ja precies. We schrijven gewoon geen vrolijke muziek en geen vrolijke teksten. Dus dan, Het past natuurlijk, dat hoort natuurlijk ook al een beetje bij de muziek. Maar is er een specifieke reden, Erik, voor jou dat er echt dat er veel melancholie in zit? En over dit album las ik ook, het gaat over eenzaamheid en de dood voor een deel. Was daar een specifieke aanleiding voor? Of is dat gewoon wat in zo'n periode naar boven komt? Het grappige is dat onze vorige plaat Hinterlands eigenlijk ook over eenzaamheid en de dood ging. Denk ik dan, als ik er nu over terugdenk. Op de vorige plaat gingen een paar nummers over het overlijden van mijn vader. En dat was dan wel heel persoonlijk. Mm-hmm. Deze plaat is het meer dat je door zo'n, zo'n gebeurtenis... dat je gaat nadenken over de dood in het algemeen. En over je eigen sterfelijkheid misschien een beetje... En dat was al een onderwerp wat ik vond dat het aansloot bij de vorige plaat. Dus dan konden we daar nog een stukje verder over verhalen. En ik zie eenzaamheid en de dood toch wel als de twee meest melancholische onderdelen van het leven. Dus dat leek me dan wel het gepaste onderwerp voor deze plaat. Ik weet trouwens niet waar de volgende over gaat. Nu dit uit het systeem is, wie weet... Dat ik het al zo, dat vind ik wel interessant. Marjan, is er één nummer waar Erik mee aankwam, dat je kan delen, waar jullie een bepaald gesprek over hebben gehad, dat jou heel erg, dat gewoon binnenkwam bij jou? Of dat je dacht van, hier kan ik echt wat in vinden? Ik denk, lastig hoor. Sorry, mijn kat maakt ondertussen ook even lawaai. Ik denk dat... In ieder geval het nummer wat mij muzikaal meteen greep. Ga eens weg. dat was Reinis Jaren. Okay. En ik denk dat wij ook inderdaad een heel mooi gesprek hebben gehad over... As I Drift on an Ocean Towards a Distant Shore. Ook vooral gewoon over de dood en hoe dat dan zal zijn en dat soort dingen. En dat is iets wat ik me altijd al wel heb afgevraagd. En ook wel echt heel erg bang voor ben geweest ook. Nog steeds niet super gerust op, maar niet dagelijks mee bezig gelukkig. Ik weet niet, altijd als ik met Erik samen zit, dan
die gesprekken die gaan overal en nergens naartoe. Ja. Dus nee, ik kan niet echt een specifiek gesprek over een van de nummers echt zo super, super goed voor de geest halen. Maar ik denk, wat ik al zeg, As I Drift, vind ik wel, het staat me wel het meeste voor de geest. Omdat het ook wel echt gewoon over de dood en gewoon, dat maakt wel indruk dan als je het daarover hebt. En vaak wordt het afgewisseld met hele lompe grappen. En, Dat is een Je moet niet denken dat we eigenlijk de hele dag alleen een beetje chagrijnig naar de grond zitten te staren. En alleen maar depressief zijn. Dat zijn we juist niet. Ik denk dat het voor veel van dit soort bands geldt. Dat, hoe depressiever en hoe somberder de muziek, hoe vrolijker en uitbundiger de muzikanten meestal zijn die het maken. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, dat wou ik net ook zeggen. Want veel bands in de metal. En het komt allemaal wat zwaarmoedig over soms. En soms zelfs luguber. En je kent het wel. Maar dat zijn vaak de meest vriendelijke, gewoon jolige mensen bijna. Als je ze gewoon tegenkomt op een festival of iets dergelijks. Dus is dat ook een beetje van de muziek krijgt het uit je systeem. En dan kun je daarna gewoon wat luchtiger zijn misschien. Ik denk wel dat daar een heel groot gedeelte van in zit. Dat je daar, je bent er dan best wel intensief mee bezig. En het is niet dat ik het zo ervaar als bewust echt het uit je systeem krijgen. Maar je bent er toch, je denkt er op dat moment wat bewuster over na. Dus misschien dat het daarna toch, dat het toch misschien dan toch inderdaad wat uit je systeem gaat of zo. Dat je denkt, dat hebben we maar eruit genieterd. En dan kunnen we nou weer gewoon normaal doen. En zo voelt het soms wel. En dat in principe zou dat voor elke soort muziek kunnen. Maar het voelt een beetje als een purge, als het ware. Dat je een beetje, in ieder geval die gedachten, dat je daarmee geconfronteerd wordt. En dan ook, in ieder geval een soort van, dan heb je dat gehad. Het is niet dat het dan weg is of zo, maar dan heb je in ieder geval even wat aandacht aan besteed of iets dergelijks. Maar je noemde net... Je noemde net de Reynisfjara en ik heb dat even opgezocht. Dat is volgens mij een van de meest zuidelijke punten in IJsland. Vulkanische strand. Zijn jullie daar ook geweest? Of is een van jullie daar ook geweest? Ja, ik ben wel in IJsland geweest, maar daar ben ik specifiek niet geweest. Zeg maar. Het is sowieso, hè, dat zeg ik altijd tegen mensen als ze wel geïnteresseerd zijn in IJsland, maar daar nog nooit geweest zijn. Een bezoek aan IJsland is net buitenaards. Het is echt gewoon een hele, net alsof je een andere planeet zit. Er zijn heel veel dingen die afwijken van zeker van Nederland. En een zwart strand, dat spreekt misschien ook wel een beetje tot de verbeelding in dit geval. Het is eigenlijk ook... Het grappige van Reynisfjara is ten eerste dat het bedoeld was als instrumentaaltje. Maar toen ik de demo daarvan rondstuurde, dat Marjan zei, ik hoor hier allerlei dingen op. Dit wil ik zingen. En toen dacht ik, dat kan ook. En toen heb ik een tekst erbij geschreven. Die eigenlijk een soort vervolg is op het nummer ervoor. En dat is As I Drift on an Ocean Towards a Distant Shore. Wat eigenlijk gaat over het verlaten van het leven, zeg maar. Dus dat je drijft naar de afterlife, of als je het wil noemen. Maar als de afterlife nou dan het zwarte strand van IJsland zou zijn, dan heb je Reynisfjara erachteraan. En dat verhaalt ook over daar weer over eigenlijk. Het haakt aan, zeg maar. Okay. Dus Reynisfjara is ik weet niet of je daar ook foto's van gezien hebt of films... We hebben het ook gebruikt in de video voor SI Drift, zeg maar. Het is echt iets heel, heel aparts. Dus het spreekt tot de verbeelding. Zeker ook voor de doelgroep, denk ik wel. Maar het is, we hebben een IJslandse naam. Dus Reynisfjara, dat was al een goede afsluiter voor de plaat. Op zo'n manier. Nee, absoluut. Ik heb toen ik de titel zag staan, heb ik dat even gegoogeld. En dan kom je...
ja, steeds verder. En inderdaad, het is echt buitenaards bijna wat je daar ziet. Het is alsof het uit een fantasyfilm komt of zo. Dus dat is geweldig mooi om te zien. Er wordt ook heel veel gebruikt in films zoals Game of Thrones. En allemaal dat soort halve fantasyfilms. Ja. Heel veel plekken in IJsland worden ervoor gebruikt. Maar je zegt net dat ik nog 10 minuten heb, volgens dit ding. Maar goed, ja. We zien hoe ver we komen. Je noemde net dat nummer aanvankelijk bedoeld was als instrumentaal nummer. Nu staat er wel een instrumentaal nummer op, The Fear of Letting Go. Hoe ontstaat zoiets? Want ik kan me voorstellen dat dat heel klein begint en zich steeds verder uitbreidt naar een heel soort van epos. Ja, nou, het grappige van Fear of Letting Go is dat het enige nummer is wat niet door mij is geschreven. Oké. Dat is door Thomas geschreven, onze andere gitarist. Hij had een eerste versie is nog ietsje langer dan wat er al nu op de plaat staat. En hij had dat opgestuurd. En hey, is dit wat voor de plaat? En in principe, ondanks dat ik over het algemeen alles schrijf, sta ik wel open voor wat andere bandleden dan aan kunnen brengen. Zelfs zonder dat ik in eerste instantie het beginsel neerleg. Het paste gewoon bij de sfeer van de plaat. Dus ik zei, hartstikke mooi. Misschien hier ietsje korter, iets sneller to the point komen. En dan is het gewoon af. En ik heb er wel de titel aan gegeven. Die had ik nog liggen. En die vond ik in het hele verhaal van de plaat en het concept wel pas. En eigenlijk, vanaf dat moment heb ik het helemaal losgelaten. En Thomas heeft het ook helemaal zelf opgenomen. En daar hebben we wel drums bij gezet. Echte drums. In de studio. En eigenlijk is dat spontaan ontstaan voor de rest. Dus dat, ik denk dat hij daar wel een hele werkwijze, dat hij iets had en dat je daar op gaat bouwen en dat het dan evolueert naar dat wat heftige einde. Het is heel moeilijk om uit te leggen hoe je bepaalde dingen schrijft als muzikant, vind ik altijd. Wat ik altijd tegen Marjan ook al zei van, ja, ik doe maar wat. Dat is bij zo'n situatie altijd aanwezig. Je begint ergens mee en dan, ja, dat leidt je ergens naartoe. Je weet zelf ook niet hoe dat komt. Het ontstaat. Een stukje expressie, zeg maar. En bij zo'n nummer, weten jullie dan ook, of is dat een gezamenlijke beslissing van, hier hoort geen tekst op, of hier gaan we niet mee zingen? Of Marjan, heb jij dan toch zoiets van, laat ik het anders vragen. Van veel artiesten hoor ik vaak van, ja, het is belangrijk dat het nummer tot zijn recht komt. En of ik daar veel gitaar in speel, of veel in zing, of whatever, dat is minder belangrijk. Het gaat om het liedje. Is dat ook hoe jullie het benaderen? Ik denk het wel. Ik denk dat we echt wel in dienst van het nummer nummers schrijven, zeg maar. En dat vind ik dan. Ik vind het dan niet zo belangrijk of ik dan echt op elk nummer zing of niet. En ik denk dat dat voor de rest ook wel geldt. Als iemand een keer wat minder doet in een nummer, zoals Jim weet ik sowieso. Die kan zich ook echt bijna afzijdig houden, maar toch ook niet, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel mooi, dat je wel echt in dienst van de muziek speelt en doet. Ja, dat was bij Fear of Letting Go was het ook in eerste instantie het idee om misschien wel iets met zang te doen, maar niet nadrukkelijk hele coupletten en refrein. En zelfs dat aan het einde van de rit hadden we zoiets van, eigenlijk heeft het gewoon niet nodig. Laat maar gewoon zitten. Laten we het maar gewoon hierbij houden. Dit is al genoeg. Ja, dat kan gewoon. Dat is helemaal geen probleem. Ja, wat je al zei, je speelt in naam van een nummer. Oké. Laatste nummer waar ik het dieper wil induiken is de eerste nummer van de plaat, The Observer. Want ik vind dat concept heel interessant. Misschien moet ik het laten uitleggen. Wanneer kwam dat concept in je op? De Observer is eigenlijk... het is volgens mij zelfs ook een soort van legende. Of het wordt vaak gebruikt in bepaalde films en series. De persoon die eigenlijk wel in de maatschappij rondloopt, maar niet herkenbaar is, niet spreekt, geen interactie heeft. En eigenlijk een soort van kijkt hoe de mensheid zich
door de jaren heen sleept. En misschien daar verslag over doet. Dus volgens mij was het zelfs heel nadrukkelijk aanwezig in een serie die heette Fringe. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Daar zit een karakter in. Dat is een soort moderne versie van X-Files eigenlijk. Ik ken de serie, maar ik heb het nooit gezien. Ik weet wel ongeveer waar het over gaat. Daar zit een figuur in. Die letterlijk vanuit een andere tijd komt. En rondloopt. En dan eigenlijk notities maakt van de ernstige gebeurtenissen. Daar is hij dan gewoon bij. Hij staat ook op de foto's. Per ongeluk meestal. Ergens in een groep mensen. Maar die houdt alleen maar bij van wat er gebeurt. En wat daarna gebeurt. En dat leek me wel een interessant. Ook een mooie synoniem voor eenzaamheid. Als we daar toch over hebben. Het is iemand die helemaal geen vrienden heeft. Niet. Het is een samenkomst van dat. En het Highlander principe van voor altijd leven. Zeg maar. Dat je alleen maar je vrienden ziet sterven. En dan blijf jij nog hier rondhangen. Dus dat leek me wel een mooie combinatie. Om dan voor dat nummer. Ook met die muziek, om dat daarover te hebben. Dat leek me wel een goeie. Ja, voor jou Marjan, wat hoorde jij in dat nummer waarop jij dan de melodieën en alles ging invullen? Dat is een hele goeie. Dat vind ik altijd zo moeilijk om dat te beantwoorden. Dat doe ik echt. Om de een of andere reden blijft me dat nooit zo bij of zo. Dus niet dat het dan geen indruk maakt of iets, maar dan ben ik er gewoon mee bezig. En op dat moment denk ik, ik moet met de melodie die kant op, denk ik. Vaak vraag ik wat bevestiging aan Erik. dat vind ik altijd heel moeilijk om te antwoorden, omdat het echt gewoon niet zo... Dat hele proces blijft me nooit zo super, super bewust bij. Ik weet wel dat we ermee bezig zijn geweest. En het is niet dat het helemaal... Ja, verdwijnt of zo. Maar echt zo super bewust en super specifiek daarop antwoorden kan ik eigenlijk niet zo goed. Want het is echt dat is waarschijnlijk een van de weinige keren dat ik echt helemaal in het moment ben. En dat komt niet zo heel vaak voor. Dus eigenlijk is dat wel heel goed. Ja, dat wil ik zeggen. Dat is alleen maar mooi, toch? Ja, dat is super mooi inderdaad. Maar dat durf ik dus eigenlijk zo niet te zeggen. Ik weet in ieder geval dat zijn verhaal daarbij. Die serie ken ik verder ook niet. Maar dat vond ik gewoon heel erg tof. En dan krijg ik daar natuurlijk wel vanzelf een gevoel bij. En dat, ja, dan ga ik dan kijken naar waar de melodielijn naartoe wil. Dat klinkt een beetje te vaag. Maar ja, met dat gevoel wat je dan krijgt van zo'n verhaal. Gaat kijken waar het naartoe moet. Of Het mooiste van... Ik hoop dat je me begrijpt. Ja, zeker. Het mooiste van de Observer is ook dat het eerste stukje waar Marjan zingt, op de demo-versie zat daar gewoon een gitaartokkel achter. En die was heel erg polyritmisch bijna, zeg maar. En heel erg niet vier-vierde. Dus het was heel moeilijk om die zang goed te krijgen. Mm-hmm. Tot het punt dat we in de studio besloten hebben om die gitaar maar gewoon weg te laten. En eigenlijk in eerste instantie dus alleen zang. Dus de gitaar sterft uit en dan je alleen zang hoorde. En toen heb ik er nog een mellotron dingetje onder gezet. Maar dat is mij bijgebleven. Dat wij, het is de openingstrack van je cd. En dan de eerste woorden die de zangeres brengt. Is eigenlijk heel erg abstract geworden. Het was gewoon een heel moeilijk stuk om te schrijven. Dat is wat ik bij het meest is bijgebleven van Observer, is het schrijven van die zanglijn, van het eerste stukje. En alles wat daarna komt, ik kan je vertellen dat Marjan heeft dan een zanglijn. En dan komt er gelijk achteraan van, moet er een melodie over, een harmonie? Ja, misschien wel leuk. En dan gaat record aan en dan één teken, dan staat hij er ook bij. En dan denk je dat is wel goed. Dus dat is echt inderdaad pure expressie. Dat gebeurt onder spot. En dan is het van, dit werkt. Laat me gewoon staan. Ja, dus heel mooi. Is,
Volgens mij gaat Zoom kan elk moment afsluiten. Ik zie dat ik hier minder dan 1 minuut heb. Dus mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Graag, jij ook graag heel gedaan, erg man. Bedankt. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Dankjewel.